So that was a good smile you had there. There was a Tesla, the Tesla smile. Waarom ben je hier in Brussel? Ik ben hier rechtsaf. Ik ben hier op dit moment werkzaam met een zuurstofbar en voor KPN. Oké, een zuurstofbar. Op de ETS-beurs kun je zuurstof krijgen. Van Zuurstofbar Nederland. En wat doe jij voor een, wat doe jij hier met verkeer? Ik werk bij MAC. Het is een bedrijf die gespecialiseerd is in traffic en automation. Wat zijn de hot trends daar? NPR. Wat is dat? NPR, it's automatic. Can, help me number plate recognition. Number plate recognition. Oh, en dat die systemen maken jullie. Ja, en dat we overal gevolgd worden en dat je altijd, iedereen altijd weet linksaf waar we heen gaan. Ja, ja, maar het is voor de veiligheid. Ja, dat is mooi. Ja, en ook gemak, afrekenen. Afrekensystemen neem ik aan ook, op basis van nummerplaat. Ja, inderdaad. Dus zo, ja, dat klopt. Wat vond je van de Tesla? Ik vond het echt indrukwekkend. Echt een plezier om ermee te rijden. Ja. Wat vond u van de Tesla? Ja, een pleasant test, ja. Hier rechts. Ja, it was very pleasant to drive the car. Yeah. What do you think? Is this the future of driving? I hope for me it's going to be the future of driving. Well, this car is now 37,000. The next version of this car will be 35,000. Okay. So it's going to be the cheapest car because the battery is going to be so much cheaper. So it's going to be fine. Okay. So, well, wat vind jij ervan om erin te rijden? Wederom geweldig. Kun je eraan wennen? Kun je eraan wennen? Ja. Tweede keer al. Oké. Nou. Ja. En KPN heeft het weer in Brussel. Good smile on your face, hè? Yeah. That's right. Thank you. Okay. The Red Devils.